Theo, welkom. Goedemorgen met Wil van Delft van het programma Deltersblauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom hier in het programma. De reden dat we hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege de nieuwe zin door jouw schuld. Ja. Ja. Klopt. Klopt, zegt hij. Dat is een mooie zin vanmorgen. Ja. Hallo? Hallo? Ja, nee, nee. Ja, sorry. Heel even weg. Nee, nee, nee. Ja, hoor maar goed. Tigo, de nieuwe single, door jouw schuld, die is geschreven door jouw vrouw, hè? Ja, dat klopt. Die is door mijn vrouw geschreven, samenwerking met Frank van Etten. Ja. Ja. En schreef ze dan de tekst door jouw schuld dat het letterlijk en figuurlijk is jouw schuld is? Ja, nou, dat gevoel had ik wel in ieder geval wel. Ik had wel het idee dat het in eerste instantie mijn schuld was, maar ja, dat is natuurlijk niet het geval. Kijk, het is eigenlijk een tekst geschreven uit het leven, zeg maar, hè, wat meerdere mensen ooit mee kunnen maken. Ja. Het is gelukkig niet gebaseerd op mijn leven. Nee. Heel even voor de luisteraars, Tigo, waar gaat de tekst dan in kort over? Ja, het gaat eigenlijk over een relatie, Wil. En die relatie is, ja, die loopt niet zoals die hoort te lopen, zeg maar. Hè? Waar je vaak in het dagelijks leven meemaakt tussen mensen. Yeah. En daar gaat het eigenlijk over. Hè? Een van de personen, hè? Of het nou de man of de vrouw is, dat doet even niet de zaak. Is ook toenadering en die wordt afgewezen. En ja, is verliefd op iemand anders, et cetera, hè. Ja. Daar gaat het eigenlijk over. Ja. Ze zit een beetje heel het leven in elkaar, hè? Ja, helaas wel, hè. Tigo, er zijn dan nog heel wat singles de revue gepasseerd van jou. En verscheidenheid aan singles, moet ik zeggen. Als ik de veel singles, ik heb ze morgen een aantal nog beluisterd, dan zit er een hele verscheidenheid in jouw soort muziek. Ja, hoe bedoel je, Wil? Hoe bedoel je? Nou ja, luister, ik draai bijvoorbeeld zojuist de single Alle Vrouwen. Dat is weer een heel andere single. Ja, dat klopt. Dat is meer een feestnummer. Ja, ja. Ja, klopt. En bijvoorbeeld de plaat dat je vraagt, Tijd voor de Polonaise, was ook zo'n feestplaat? Ja, ook zo'n feestplaat, ja. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, nou goed, ik zal het je vertellen. Ik ben eigenlijk een zanger van het levenslied, hè? Ja. En alleen ja, je moet ook eens een keer iets anders uitbrengen, vind ik zelf. En ja, niet alleen ik, maar de platenmaatschappij ook. Ja. En vandaar dat we toen hebben gekozen van, nou, maken we weer een keer een feestplaat. Hè? Net als Alle Vrouwen en de Polonaise. Ja. Maar daarentegen zijn we toen weer teruggekomen met Zeg Niet Hoe Het Leven Moet. Hè? Ook weer een levenslied. Ja. En nu brengen we dan Door Jouw Schuld. Ja, dat is ook een levenslied puur zang. Hè? Ja. Dus, ja, je moet ook een keer wisselen, Wil, hè? Nee, nee, maar dat is wat ik zojuist zeg. Het is een verscheidenheid van de muziek, hè, die je uitbrengt. Hè. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Kijk, er is iemand anders die kiest puur voor de up-tempo en die zegt, ja, luister, het levenslied zingen, dat is niet aan mijn bestemming. Maar je hebt ook een andere kant die zegt van, ja, ik zing een puur levenslied en ik zing een up-tempo. Maar jij hebt een mixage. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, weet je wat het is? Op de bühne doe ik ook altijd een mix van. Ja. En je moet ook, vind ik, hè, je moet ook kunnen zien aan het publiek wat het publiek wil. En ik vind wel, je moet het levenslied kunnen brengen, maar daarnaast kun je ook een feestplaat kunnen zingen. Ja. Hè, dat vind ik in ieder geval wel. Ja. Jouw eerste plaat, Tiggels, die kwam uit toen, dat is goed tussen 2010, hè. Dat was toen de debuutsingel Omdat Ik Van Je Hou, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, en die zijn er dus... Ja, dat was een bewerking... Ja, je zijn aan een heel ander soort singles gepasseerd. Weet je nog hoeveel ze zingen dit is? Ik denk de tiende. Ja. Dat is een klein beetje jubileum, hè? Dat is een klein beetje jubileum, hè? Ja, een klein beetje wel, hè? Ja, klein beetje wel, klein beetje wel, joh. Ja. Hoe is het samenwerken nu met Frank van Etten? Blijft dat na deze single ook doorgaan of niet? Ja, dan moet de toekomst moet uitwijzen, Wil. Ik weet het niet. Ik bedoel, ja, kijk, weet je wat het is? Ik vind Frank van Etten vind ik gewoon een super zanger. Een super superman om mee te kunnen werken.
de manier van zingen en de manier van schrijven is ook graag zoals ik het breng. Om mensen te kunnen raken. Hè? Dat is eigenlijk de insteek, zeg maar. En ja, goed, als Frank straks zegt van, joh, hey, ik heb nog een leuke zingen liggen, Tito, luister eens naar, kijk eens naar. Ja, wie weet, wie weet. Ja. Gaat dan jouw vrouw weer wederom een nummer voor jou schrijven of niet? Ja, nou, dit nummer Door Jouw Schuld is eigenlijk een klein beetje heel anders gegaan. Het was zo, zij had dit nummer al geschreven gedeeltelijk. Mm-hmm. En die heb ik aan Frank laten luisteren. En Frank vond hem zo leuk en is toen verder ook mee gaan schrijven. Toen hebben ze hem afgemaakt, zeg maar. Ja. Zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Het is eigenlijk nooit niet zo van dat Frank heb gesproken of gebeld van kun je van mij een liedje schrijven of andersom. Ja. Het is eigenlijk spontaan gegaan dit. Ja. Dus, heeft dat jouw vrouw daar een beetje inzicht dan, het schrijven van een bepaald nummer? Ja, ik ken mijn vrouw al zo lang, we zijn al zo lang bij elkaar en ze weet wat ik graag zing en wat ik graag doe. Ja. Ja, ik vond dit een super idee. En ja, ze heeft daar toch wel een beetje feeling voor, moet ik zeggen. Ja. Ja. Leuk toch niet? Ja. Hoe is het momenteel met optredens? Lopen die goed, de boekingen? Ja, we hebben een tijdje wel rustiger gehad, maar ja, goed, het zonnetje schijnt weer, dus het gaat weer de goede kant op, zeg maar. Ja. We hebben nu deze single van jou, hè? Het is halverwege 2018. Gaan we nog iets meer verwachten dit jaar van jou, of niet? Ja, die kans zit er wel in. Met een paar dingetjes ben ik bezig. Ja. Kijken wat mij het beste lukt, zeg maar. Ja. En ik vermoed wel dat wij eind van dit jaar in ieder geval nooit gaan uitbrengen. Ja. Nou, we gaan eentje voor de luisteraars eens. Als zij meer willen weten over jou, Tigo, waar kunnen ze dat vinden, die informatie? Informatie kunnen ze uiteraard vinden op Facebook. Ze kunnen informatie inwinnen op bij de platenmaatschappij bij Hit It Music. Ja. En ik ben niet zo van het social media gebeuren. Hè. Ik ben niet zo van de websites en et cetera. Maar ik probeer mijn best te doen, Wil. Ja. Ja, dat doen we allemaal, hè. Ja, hè. Ik vond het leuk om hier vanmorgen even gesproken te hebben, Tigo. We gaan de single draaien Door Jouw Schuld. Het is niet jouw schuld, maar het is Door Jouw Schuld. Ja. Eerste plaats, heel erg bedankt dat je vanmorgen live hier bij ons was. Nou, ik wil jullie bedanken dat ik live in de uitzending mocht zijn. Nou, heel graag gedaan. Een afsluitend woord van jou richting al die luisteraars die meeluisteren, ga ik de single starten. Ja, ik nogmaals, ik vind het geweldig om in de uitzending blijven mogen zijn, zeg maar. En ik hoop dat alle luisteraars heel veel plezier aan deze nieuwe single zullen ondervinden. Met een lach en een traan, zeg ik altijd maar. Het gaat je goed, de groetjes aan je vrouw en tot de volgende keer. Hoi. Wil, dankjewel. Hoi. Hoi. Was raadelijk.